De Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO, heeft gisteren een masterclass gehouden over het belang van beroepsethiek bij maatschappelijk werkers. Het thema was het maken van ethische beslissingen, beroepsethiek en sociale werkpraktijk. De cursus is verzorgd door Linda Konitiman-Pansa, specialist op het gebied van ethische principes. De inleider stond stil bij de verschillende normen en waarden die noodzakelijk zijn voor de maatschappelijk werker tijdens de uitoefening van het beroep. Armand Snijders, waarnemend directeur van AHKCO, zegt dat de sociale werkers niet weg te denken zijn in een samenleving. Het is daarom goed dat deze mensen zich blijven scholen op het gebied van ethiek. Men heeft vaak niet door hoe belangrijk of het niet is dat de social worker er is in de samenleving. Cliënten die begeleid moeten worden, hebben die begeleiding nodig, die ondersteuning, maar vooral die deskundige begeleiding nodig, alvorens men bijvoorbeeld doorverwezen wordt naar de psycholoog. Tijdens deze begeleiding verwacht de cliënt dat uiteindelijk er een verbetering zal optreden in zijn of haar situatie. Dat is bekeken vanuit de zijde van vanuit de cliënt. Bekeken vanuit de zijde van de beroepsbeoefenaar, en deze de social worker, is het van belang dus dat zo iemand, zo'n deskundige, zich blijft bekwamen. En in het proces van het bekwamingsproces moet je continu acht hierop geven. Acht geven op ethiek binnen jouw beroep. Hoe pas ik dat toe? Hoe kan ik het gebruiken om mijn werk op een steeds hoger niveau te brengen? Zodat ook uiteindelijk de cliënt meer satisfactie ook zal hebben. De masterclass moet volgens Snijders leiden tot een hoger niveau van maatschappelijk werk in Suriname. Daardoor kan de sector, naar zijn mening, meer bekendheid krijgen. Uiteindelijk moet deze masterclass ertoe gaan leiden, het is een aanzet daartoe, dat het beroep van de beroepsbeoefening op een hoger niveau komt, dat er meer satisfactie komt binnen de sector voor wat betreft de cliënten. En dat wij ook goed beschouwd dat ook dit beroep nog meer bekendheid zal gaan krijgen in Suriname. We hopen dus dat internationaal onze opleiding ook bij de AKCO zichzelf nog meer in het vizier gaat werpen en dat we nog meerdere connecties zullen kunnen maken. Dit alles om uiteindelijk die aansluiting niet alleen te hebben internationaal bij andere universiteiten en opleidingen, beroepsopleidingen, wat social betreft, maar ook wat de beroepsbeoefening betreft en ook voor wat de wetenschapsbeoefening zelf ook betreft, dat die dan ook verder zich zal gaan ontwikkelen. Tot zover Armand Snijders, waarnemend directeur van de AHKCO. We spraken hem gisteren na de masterclass over beroepsethiek bij de maatschappelijk werkers. De activiteit is gehouden in de balroom van het Lalaroek-gebouw.